stil staan. Jawel. Oh ja, inderdaad. Maar ze weten niet wanneer we gaan. Nee, they don't know. Ik had nog nooit zo zin in een maal gehad voor mijn gevoel. Als in, oh, we hebben bacon, we hebben baked beans, we hebben ei, we hebben aardbeien, wat broodjes, poffertjes en ook nog bakkerbardbroodjes. And I'm so excited. Ja. We gaan Sex in the City kijken, of course. We zijn bijna bij het einde. Bijna bij het einde, wat betekent dat we wel bijna onze Sex in the City avond kunnen gaan plannen. Wat leuk is, dus dan gaan we gewoon weer Sex in the City kijken, maar dan de films. Cheers! Cheers! Je had de vork extra. Ja. Audra Cook, she's the editor of Offline Magazine. Still going strong! Ja! Yes. Goedemorgen allemaal! Dit is toch weird? Het is dinsdagochtend. Ik ga zo even douchen. Het hoeft niet gewassen te worden, maar je weet wel, na de kapper wil je het gewoon zelf een keer gewassen hebben. Dan moet ik schoonmaken. Ik moet schoonmaken. Oh my god. Ik moet hier schoonmaken. Davy zou ook nog even langskomen, dus die ga ik ook even zien. En vanavond de première van The Gentleman met Carré. Dit keer kan ik gewoon zelf erheen. Dus dat is ook wel eens leuk om gewoon daar zelf naar de première te gaan in plaats van te werken. Gisteren was de première van Suriname. Ik had even geen tijd überhaupt, maar ook geen zin om te proberen te vloggen. Want het is best wel hectisch. Maar het was een leuke première. Ik ben daarna gewoon naar huis gegaan en gaan slapen. En nu is het de volgende dag. Dus ik ga nu douchen. Even kijken. Denk daarna eten met Emma, want we hadden nog eten van gisteren over. Dus we gaan daarmee ontbijten. En dan daarna denk ik gewoon meteen schoonmaken. En even afwachten. Of tenminste even kijken wanneer Davy komt. That's the plan. Ik zie je niet hoor. Ben je beneden dan? Ik zie je er lopen. Huh? Kijk zo vragend omhoog. Oké, kom eraan. Ja, ik ga de deur open doen. Davy komt even koffie doen. It's gonna be fun. Ik ben helemaal verwijt. Oh, het is zo warm. Hi girl, het ziet er goed uit. Jij ook. Hey. Dit gaan we wel doen, hè? Ja. Ik zet deze hier. Oh, dat is te leuk. Oh my god. Waar zie je dit van? Oh my god, dit is wel echt zo niet bij mij. Hallo, het is een uurtje of één. Ik moet vanavond werken. Ik moet morgen werken. Ik ben nu even bezig geweest met de edit van de volgende week vlog. Zit nog op 35 minuten. Echt veel gefilmd vorige week. Maar ik heb nu eigenlijk voorgenomen van ik ga een paar uurtjes werken aan de vlog. Zeg maar een paar uurtjes editen. En dan gewoon stoppen. Want anders dan ga ik
te lang door. Er werd net aangebeld, dus ik dacht dat dat pakketje was, want die heb ik besteld. Maar het is mijn goodiebox, wat ook leuk is. Wat wilde ik zeggen met dit verhaal? Wat was het punt hiervan? Waarom ben ik zo vergeetachtig? Het is echt verschrikkelijk. Nou ja, in ieder geval, vandaag komt dat pakketje nog binnen. En ik dacht, ik laat jullie even zien wat ik in mijn goodiebox heb. Want dat is ook leuk om even te bekijken. Hallo! I got a new goodiebox. En hij is oranje, which is cute. Oeh, energize. Van people pleasing naar meer Van people pleasing naar meer your selfishness. How to? Van draining energy naar gaining energy. Dit is echt top. Ik probeer hier zelf heel erg nu mee bezig te zijn. Ik heb ook... Even kijken, waar heb ik hem verstopt? Waarschijnlijk heb ik het nu ergens... Nou, maakt ook niet uit. Ik heb een boekje soort van met onderwerpen over het leven. En als ik me heel naar voel of mijn hele hoofd te vol zit, probeer ik dat weer te lezen en gewoon naar nul te gaan. En ik heb het laatst gedaan en het werkte zo goed. Waardoor ik me weer helemaal... rustig en prettig voel. Dus dat vind ik grappig. Dat dat dan toevallig ook weer het onderwerp is van deze goodiebox. Oeh, er zitten mooie dingen in deze. Oeh, dit voelt gek. De Nair Face Prep Tool is the ideal cleansing partner. Gently exfoliating the face. It removes impurities, creating the perfect base for face masks and make-up. Oh, oké. Okay. Dat zo langzaam scherp. Het enige wat ik stom vind aan deze camera. Gezichtsborstel. Wauw, dat is zo... Oh, wauw. Oh, voor je mee-etertjes en dingen. Oh, dat is echt super fijn. Dat is zo chill. Ik heb ook zo'n het is een beetje moesachtig spul voor je gezicht. Van Biodermal. En die doe ik altijd met mijn vingers. Maar als je het met deze kan doen, is het natuurlijk nog beter. Wauw, that's so cool. Sorry, ik word er altijd heel erg excited van. James Reed tanning drops. Ik heb al eens een keer eerder tanning drops gehad. Die heb ik toen nog niet echt gebruikt, omdat ik dat soort van... Ik weet niet, vind ik dan even spannend of zo. Nou, blijkbaar blijft deze dus een paar dagen zitten en is het heel makkelijk. Ik ben benieuwd even wat er... Of er iets... Oh nee, het staat niet bij hoe dit werkt. Oh, oké. Okay. Mix 1-4 drops to your usual moisturizer. Oké. Okay. This looks pretty. Humankind skincare. Oh, of course. Oh mijn god. Oh, vegan is die? Ik vind het altijd zo bijzonder. Op een of andere manier... Soms zitten er ook dingen bij de goodiebox die ik echt niet nodig heb. En waar ik ook helemaal niet mee bezig was. Bijvoorbeeld tanning drops. In ieder geval, zo'n crème voor je lichaam. Body lotion of zo. Die is bijna op. En dit is... Body lotion. En dan ook nog eens vegan. En dan leer je ook weer eens iets nieuws kennen. Ja, het is heel lekker. Dat is zo chill. Dan heb ik precies iets wat ik gewoon nodig heb. Oeh, eye mask. Ja, dat heb ik wel nodig met mijn wallen. Niet zoveel geslapen. Behoefte aan een frisse, energieke look. Ja, 100%. Me, this whole month. Kalmeer de huid onder je ogen met deze. Oh, ja, ja, ja. Dit is top. Easy does it. Verwijder de plakkers en breng het masker aan op de grip. Reinigt de droge huid. 10 tot 15 minuten intrekken. Haal eraf. Masseer het serum. En wow. Klaar. Oh my god. Dit wil ik gewoon meteen gebruiken. Nou. Waar had ik... Wat zei ik net? Wat zei ik net? Nou. Dat is toch top. Oké. Okay, we hebben nog twee dingen. Oeh. Moisturizing serum. Ja. Kijk. Ik had al tanning drops van een vorige keer. En nu heb ik dus die andere ook. Deze was ook al van een vorige keer. Dat is carrot broccoli chia. Superfood for your skin. Ik wissel het af en toe af. Dus ik heb de laatste paar dagen heb ik deze weer gebruikt. Gewoon druppels op je gezicht. En dan wrijf ik die in en dan ga ik slapen. En die vond ik heel fijn. Ik ben nog niet zeker of dit nou precies... Het is ook niet precies hetzelfde. Maar ja, nee. Ik had wel gelijk. Dit is ook weer zo'n olie voor je huid. Voor je gezicht. Voor een boost. Met vitamines en... En zo voor je huid. En het is allemaal vegan. Vitamines. Ik moet mijn vitaminepillen weer gaan slikken, jongens. Oeh! Nou, jongens. Ik vind het echt... Oh mijn god. Gisteren ging ik naar de première van The Gentleman. Fantastische film. Ik ben echt... Echt elke seconde van die film heb ik genoten. Maar that aside. Ik had rode lippen op. Lipstift opgedaan. Maar toen ik het net op had gedaan, voelde ik een beetje van die stukjes lip... Hoe noem je dat? Velletjes waarvan ik dacht, ah, dat had ik eigenlijk eraf moeten doen. Maar toen zat mijn lippen er al op. Nou ja, prima. Maakt natuurlijk ook niet zo heel veel uit. Maar guess what? I just got a lip scrub. Because that's exactly what I need. Ik vind dit echt, sorry maar, ik vind dit echt amazing gewoon. Ah, nou, daar zijn we weer erg blij mee. Ik ben altijd zo blij met mijn goodiebox. Ik echt, ik weet ook niet waarom. Maar they just give me what I need. They give me what I need. En ik vind het helemaal fijn. Energize yourself.
Ik moet schone huid. I need to be clean. Wow. Clean. Oh my gosh. It has glitters. Dit is moeilijk. Oh my god. Oh my god. Ah. Ik had niet verwacht dat het... Ik had niet verwacht dat het zo groot zou zijn. Oh my god. Hallo. Ik heb aan de ene kant wel gewoon een chille week. Maar ik vergeet een beetje te vloggen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben gewoon... Gisteren was heel leuk. Ik heb gisteren gewerkt overdag. En daarna naar de Jonas Brothers geweest met mijn pa. Daarvoor even gegeten. Lekker uit. Hallo. Lekker. Amsterdam, thank you very much. We are a band called Fisher This. We'll see you again very soon. Enjoy the rest of your night. Thank you. Maar het was wel echt heel erg leuk. Dus dat was echt gezellig. Is mijn... Ja, mijn wallen zijn weer lekker aanwezig. Oh wel. Dus ik werd vanochtend weer lekker wakker. Ik heb even in bed gelegen. Tarot reading gekeken. En nu ben ik aan het editen. Weer vlog aan het afmaken. Hij is 32 minuten op dit moment. Eigenlijk 33. Ik hoop dat ik het nog een stukje korter krijg. En anders dan hebben we gewoon een lange vlog. Ik wil in ieder geval wel hem gewoon vandaag af hebben. Zodat hij ingepland staat voor zondag. Dan heb ik 3 vlogs alweer achter elkaar. Dus dat vind ik fijn. Want als ik het nu, weet je wel... Al ga sjoemelen omdat ik dan toch denk van ik moet even. Maar dan mis ik er alweer meteen één. En ja, dat is niet handig. Dan wordt het de 4e vlog al. Dan ben ik weer een maand aan het vloggen. En dan heb ik een maand achter elkaar het allemaal geüpload. Als ik dan tot de 5e kom, dan zit ik alweer langer dan dat ik met de zomer heb gedaan. Dus dat vinden we fijn. En ik moet vanmiddag van 3 tot 11 werken. Dat is echt de verschrikkelijke tijd. Ever. Verschrikkelijkste tijd. Mijn vader die had het gisteren over een serie The Stranger. Dus die leek me ook wel interessant. Misschien ga ik die dan even uitproberen. Ga zo meteen denk ik gewoon. Ik heb nog kip, rijst en wat groenten. Dat gewoon gaan maken. Dan vroeg eten. En dan neem ik de rest misschien mee. Moet even kijken. Het is nu 11 uur. Dus ik hoop dat ik over een uur klaar ben. Ja. Moet ik wel even doorzetten, laat het zo zeggen. Ik moest eigenlijk om 3 uur werken, maar ik werd geappt door Pathé dat ik 2 uurtjes later mocht beginnen omdat het niet zo druk was. Dus ik heb net gekookt. Ik kook echt weinig zelf gewoon, maar... Ik heb gekookt, ik heb rijst gemaakt met een beetje, ja, een soort van leftovers. Ik had nog courgette, paprika. Dit is het geworden. Ik moet echt dingen opruimen, maar het ziet er en ruikt best lekker. Dus dat ga ik gewoon nu eten. Het is nog wel vroeg, maar ik vind het fijner om dan rustig te eten dan dat ik een kwartier voordat ik weg moet even van alles naar binnen prop. Goedemorgen, het is zaterdag. Gisteren moest ik werken en ben ik met Emma en een paar huisgenoten spontaan uitgegaan. Was leuk, ja. Oh my god, we gaan uit! En nu is het alweer 2 uur. Ik heb van, wat is het, 4 tot 12 denk ik, ongeveer geslapen. En nu gaan we eventjes eitjes eten. En lekker een serie kijken. En mijn haar, ik heb hem gewassen. Lekker heerlijk gewassen. Vanavond gaan we carnavallen. En ik ben heel excited, want ik heb... Of tenminste, ja, ik ben echt gewoon heel erg benieuwd. Ik heb nog nooit in mijn leven carnaval gevierd. En Emma komt uit Den Bosch. Dus daar gaan we heen om een soort van haar roots. En ja, dit is exciting. Ik ben wel benieuwd. Goedemorgen! Ik wil even die filmpjes zien van gisteren. Dat is echt heel, heel erg. En mij is al in onze feestkleding. Hey, sure? Ik ben benieuwd. We gaan uit! Oh mijn god. Ja, ik ben nog steeds wel helder hoor. Nou. Nee, nooit. Nee. Jullie hebben mijn lelijke tanden.
gelijk de outfit aan. Geen zin om daar weer om te kleden. En sowieso ook wel gewoon leuk op straat dat je dat iedereen ziet. En dan zo, hé, jij komt ook. Hoe dat ook. Met Loes kan je mee zijn bij je? Nee. Ik heb het eruit gehaald volgens mij. We gaan carnavallen. Zijn je nou dat die goede billen had? Ja, dat is duidelijk een safe outfit. We gaan naar Den Bosch. Ik vind Den Bosch wel leuk, maar ik ga nooit zo vaak de stad echt in ofzo. Allebei een zaak finale. Wie is wie? Nu even kijken hoe laat onze trein gaat eigenlijk. Hè? Dat is ook wel handig. Nu. Nu? Dus ja, het is ook een bos. Oeteldonk eigenlijk. Oeteldonk. Eigenlijk is het nu gewoon... Oh ja, 44. Nou, vier over. Ja. Yeah. Aankomst 1 over 5. Hey. Maar we moeten nog met de bus. Ja, maar toch. Want we gaan slapen bij Roan. Emma. Emma de moeder. En dan we gaan dan hebben we eten. We gaan koken. Grappig dit, jongens. Oké, okay, where to? Gewoon geïnfiltreerd. Ja, geïnfiltreerd. Whatever. In een plek waar ik niet hoor. Gaat even kieken. Waar? Eerste carnaval, nou ja, mijn eerste carnavalsavond gehaald. En nu zijn we thuis en het is 3 uur. We kwamen Shaquille tegen, we kwamen Sander tegen. Het was een hele random avond. Veel gegeten. Veel gedronken. Ja, het was een goede avond wel, denk ik. Kun je nog staan? Jawel. Het moet om 6 uur op voor werk. Ross Geller. Guys. Oké. We zijn ook niet scherp. Fair enough, good point. Slaap lekker. Slaap lekker. Mati, mati. Oké, we zijn nu op de... Hoe is het? De zolder, Jezus. En we gaan nu slapen. We hebben een tweepersoons luchtbed. En als Emma komt, dan kunnen we lekker slapen. Maar ja, Emma aan het doen is allemaal. Ik moest nog 2 keer vragen, hoe heet je nou? Hij toch ging nu doen alsof het niet zijn naam was. Ja. Dan was ik echt door de war. Ja, kom je naar bed of zo? Wow. Ja. Oh my god. Nou, dat was mijn eerste carnaval. Dat is wel leuk. Hè? Slaap lekker, Emma. Ga je lekker nog 3 kwartier chillen daar. Nieuw. Slaap lekker. Oeps. Oh mijn god, jongens. Wat een avond. We waren even de filmpjes aan het terugkijken. Het was, ja, bijzonder. Het is 11 uur nu, denk ik. En nu ga ik douchen. Emma is al gedoucht. Gaan wij, ik weet niet, even ontbijten waarschijnlijk. En dan gaan wij naar huis. En dan gaan we lekker Sex and the City kijken. En eten halen vooral. Ik heb weer zin in tiramisu. Ik ga weer tiramisu halen. Ik heb heel erg veel zin in chippies. Maar wel die overbaked. We gaan nog steeds pizza eten, denk ik. Jawel, hè? Ja, wel zo. Dat is ons ding, pizza maken. En dan voor de rest gaan we even zien waar we zin in hebben. We zijn in ieder geval lekker vroeg wakker, dus we hebben gewoon... We kunnen ook... Tijd. Zo'n salade of zo. Ik ook wel zin in. Vind ik ook wel lekker misschien... met pizza of zo. Oh, ja. Ja, of lunch. Of als lunch, ja. Is goed. Lois is in de douche. En 3 keer raden wie er uit de deur schreeuwt. Emma! Ik ben weer mijn handdoek vergeten. Lois, wanneer leer je het nou? Neem die verdomme handdoek mee.
getriggerd. Oké, okay. Is een lipstift op. Heb ik een lipstift op mijn lippen? Strange. Eerst koffie en door. Ja, we gaan door naar huis. Ja, we gaan niet nog een keer. Volgend jaar. Maar het is wel gezellig. Cheers! Lekker. Is een oatmeal cookie of zo? Ja. Een Zeeuwse bodem. It's very nice. We zijn weer terug. We're back again. Leef je nog, Emma? Mijn kindje Il. Oké, ook. Kom weer even naar boven. Nog een keer. Hey allemaal, dit was alweer de vlog van deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen en even iets liefs in de comments achter te laten. En dan zie ik jullie volgende week weer. Joep!